Anja, goedemorgen. Goedemorgen, Siska. Jij hebt een boek vast, want dat is zoals ik met mijn gsm. Die plakt aan mijn hand. Bij jou zijn dat boeken. Er plakt altijd wel ergens een boek aan je hand. Ja, dat is waar. Een boek dat ik recent gelezen heb. Een nieuw boek van Leen den Dievel. Afgelopen zaterdag had ik nog met haar afgesproken in de Standaard Boekhandel in Antwerpen om te praten over dit boek in de app van Radio 2. Want je weet het, radio maken is tegenwoordig veel meer dan radio maken. Mm-hmm. Wij maken ook in de app radio. Dus we hebben het over dit boek gehad. George en Rita. En het fijne aan dit boek is dat je zelf kan beslissen welke kant je begint te lezen. Het verhaal van George of het verhaal van Rita. Voilà, dat heeft ze mij allemaal uitgelegd. Mm-hmm. Daarvoor nog, want we zijn ook op bezoek geweest, een aantal weken geleden al, in het Rizo in Kortrijk. Voor de mensen die daar vroeger op school gezeten hebben, want het is een school. Het Theresia Instituut heette het 20 jaar geleden, toen Leen daar op school zat. En het was echt, hoe zeggen ze dat, een trip in, door memory lane voor Leen. Schoontje. Schoontje. Want eigenlijk, de naam is wel veranderd, maar verder is er niet veel veranderd daar op school. Dus dat was ja, de speelplaats nog altijd. Maar waar, dus en daar waar die bomen staan, ja? Daar liepen wij rond. Oh ja? Daar moesten wij dan lopen met turnen en zo. Maar daar waar dat gebouw staat, dat was ook nog gras. Ja, je hebt nu weer een nieuw boek uit. Je hebt er 6 jaar aan geschreven. Ja. Wanneer doe jij dat? Ja, dat is tussendoor. Hè. Dat is notities in je gsm. Dat is zo'n app. Ah, is dat? Ja, en tussendoor, als ik iets las, of als ik ergens kwam, of als ik een zin hoorde op de radio, dat ik dacht, oh, wacht eens, amai, dat inspireert mij om ineens die dat te laten zeggen, of die dat. En ja, wanneer doe je dat? In de coulissen van theater, als ik een boek aan het lezen ben en niet direct de eerste scènes op moet, ja. In de loge van op een set. Het leven inspireert mij en dan heb ik dat eigenlijk geschreven tot, denk ik, december. Want toen had ik beslist van, in 2020 komt hem uit. Dus nu moet ik gaan zien, hoe ga ik hem? Hmm. Ja, wie zegt wat? Waar zet ik wat? Hoe gaan we dat indelen? Wat zijn de hoofdstukken? Ben ik dat beginnen samen bundelen? En ik wist van, in mei was ik klaar met spelen. Dus ik zou dan eigenlijk, ik had voor mezelf 3 maanden congé genomen. Hmm. Omdat ik denk, van, ik ga dat nu allemaal eens monteren. Wat ik heb geschreven, want wat ik had geschreven was er. En toen kwam corona daar. En toen ben ik elke dag gaan zitten en elk hoofdstuk in mijn handen gepakt. En denk ik, oké, hup, nu gaan we. Dus die 3 maanden dat ik voor mij congé had genomen, waren effectief congé. En de corona-lockdown was voor mij schrijftijd. Ah ja, en waarom? Het is een boek over euthanasie, ja. Hè? Over een ouder koppel dat beslist om samen te sterven. Ja. Waarom daarover? Omdat ik ten eerste daarachter sta. Ik vind dat je mag kiezen wanneer je vertrekt. Je kiest dan niet wanneer je geboren wordt of dat je überhaupt geboren wordt. En ik las in 2014 een artikel in de Humo van Anna en François, die samen uit het leven gingen stappen. En ik heb dat uitgescheurd en ik heb gedacht, ik ga er ooit iets mee doen. Als je nu het voorbeeld neemt van, er is een man in Frankrijk die echt aan Sarkozy aan het oproepen was van, alsjeblieft, laat mij gaan, ik wil gaan. En dan denk ik van, als die mens wilt gaan, als die ziek is en die wilt gaan, laat hem dan gaan. Mensen die een voldaan leven hebben, Ludgard de Simons, zegt voor haarzelf van, kijk, ik vind dat ik een voldaan leven heb. Ik zou graag willen gaan, want mijn kinderen zijn er nog, maar ik heb het er ook al met hen over gehad. Dan denk ik van, ja, dat moet kunnen, vind ik. Nog een vraag. Oh, met wie zou je je laatste avondmaal willen delen? Als ik nog geen man had, zou ik daar goed moeten over nadenken. Maar, of course. Met mijn man. En heel graag met mijn familie. Ik vind het ongelooflijk leuk om met mijn broers, mijn schoonzusters, mijn moeder en mijn man en de kinderen aan tafel te zitten en te lachen en te zwanzen. En kerstavond is altijd feest. Ja, dat zal mijn laatste avondmaal toch zijn. Hmm. Udo, hè? Ja. Hoe heb je hem weer leren kennen? Ja, dat zeg ik niet. Is het dat waar? Ja, dat is ik was denk ik, ik ben het vergeten. Ja? Ja, jij weet het misschien wel, maar we gaan dat niet delen met het ik ben het vergeten? Landschap. Vertel het straks nog eens. Nee, dat is iets. Ja? Je moet niet alles. Wij delen al heel weinig van onze privé. Dat we elkaar graag zien, dat mag iedereen weten. Mm-hmm. Maar hoe dat we elkaar leren kennen hebben, ik denk dan van, nee, dat gaan we nu eens voor ons houden. Mm-hmm. Ja. Ja? Ja, de trouw is ook een mooi geheim gebleven, hè? Ja, tot daarna. Hè. Er was toch iemand die niet kon zwijgen, blijkbaar. En dan denk ik, want dan zetten ze in de pers van in het geheim getrouwd. En ik, het was niet geheim. Jullie mochten er gewoon niet bij zijn, pers. Jullie zijn ook niet mijn vrienden of mijn familie. Dus wij zijn gewoon getrouwd zoals normale mensen. En we hebben daar een groot feest van gemaakt, omdat wij weten van, het is niet dat we elke dag zo'n feest doen. En het is niet dat wij direct babyborrels gaan geven. Dus daar
Ga ook ons geld niet aan het kwijten. Voilà, we hebben ervan genoten. En het was gewoon. Mm. Allee, het was tof. En waarom is hij de man van je leven? Omdat wij eens zelf, ja, dezelfde visie hebben. En omdat wij, ja, wij staan op dezelfde manier in het leven. Wij geven elkaar vrijheid, ruimte. Wij zijn allebei creatief. Wij kijken op dezelfde manier naar de toekomst. Naar hoe dat we tegenover mensen staan. Wat dat we willen vertellen. De diepgang en ook de humor. Dat is een perfecte combi. En toch wil je er geen kind mee delen. Maar nee, ik heb me al mijn liefde voor hem. Ja? Voorlopig nog niet, hè, Anja. Nee. Zegt nooit, nooit. Hè. Ik geef mezelf tot mijn 40. Ik heb nog 3 jaar en een half. Dat is waar. Om dat lichaam iets te laten doen. En doet het niks ook goed. Hè. We hebben daar geen behoefte aan. En we zeggen dat dikwijls tegen elkaar. Ja, goed dat we geen kinderen hebben.